Vanuit een winderig en zonnig, gelukkig Amsterdamse bos, stuur ik jullie dit berichtje. In deze onwerkelijke tijd waar we met z'n allen in zitten. En de zorg voor ons allen is al zwaar. Ook zonder corona. Maar daar komt dus nog wel een schepje bovenop. Het is echt zo raar op zoveel verschillende manieren. Maar het up zou up niet zijn als we niet ook de positieve en sterke kanten zouden delen. Dus hierbij drie tips, dingen die ik doe die mij helpen. Allereerst, niet te veel nieuws. Niet te veel nieuws. Kan voor anderen wel fijn zijn, maar voor mij is het echt waardeloos. Ik kijk 's ochtends heel even op mijn telefoon en 's avonds het 8 uur journaal en dat is het. Verder luister ik heel veel muziek, want dat is juist zo fijn. Omdat dan, dan kan je terugdenken aan de tijd dat, dat je die muziek luisterde. En dat dit allemaal nog niet speelde en nieuwe informatie. Maar mijn overleven in ieder geval. Tip 2, zoveel mogelijk naar buiten. Ik ben zo blij dat dat nog kan. En lopen met de hond, we hebben een hond. En lopen met de hond is eigenlijk mijn me-time geworden. Want de rest van de tijd ben ik 24/7 met mijn kinderen. Waarvan mijn oudste zoon Casper heel veel hulp nodig heeft. Wij hebben onze 6 pgb'ers op hold gezet. En we hadden er eentje gekozen om te blijven komen. Maar die werd ziek. Zou je net zien. Gelukkig geen corona. Maar zij is dus ook niet meer gekomen. Dus we zijn ook gewoon met z'n vieren. Gelukkig werkt mijn man thuis. En dat scheelt. Want daardoor hebben we geen financiële zorgen. En daardoor kan hij regelmatig bijspringen. Maar waar was ik gebleven? Buiten. Hoe lekker dat is. En hopelijk kan dat nog wel door blijven gaan. En de derde tip is zoveel mogelijk in het hier en nu. Sowieso handig, sowieso fijn, maar nu helemaal. Want als ik denk dat dit nog tot juni doorgaat, dan kan ik net zo goed in mijn bed gaan liggen en helemaal niet meer uitkomen. Dus dat doe ik niet. Is ook geen optie natuurlijk. Maar het helpt mij heel erg om in het hier en nu te blijven. En vooral na te denken over wat gaan we vandaag doen, wat is haalbaar, wat doen we vooral niet vandaag. Hoeveel schoolwerk push ik mijn kinderen om te doen of begeleid ik mijn kinderen of kies ik gewoon zelf iets wat leuk en leerzaam is. Nou ja, zo. En wat is nog meer? Zo nu en dan contact houden met mensen die ook proberen het positief te zien. En vertrouwen houden en nog eens vertrouwen houden. Wij denken aan jullie. Heel veel succes en heel veel sterkte. En we hopen dat we heel snel weer een up-event kunnen organiseren. Want mijn hemel, daar waren we anders al lang mee bezig geweest. We hopen dat dat over een paar weken alsnog kan. Veel liefs. Hi lieve uphouders. Hier even een filmpje uit Friesland. Daar zitten we al 3 weken, Lou en ik. Mijn vriend zit in Singapore, in quarantaine en aan het werk. Dus we delen de zorg met mijn ouders. Ik ben lekker aan het wandelen met Lou en probeer ook heel erg de zon op te zoeken. En buiten te zijn. Dus hier zijn we lekker aan het wandelen. Hier is de kleine man. Ja, een vent. En voor de rest, qua ontspanning, proberen we gewoon heel erg goed te eten. Smoothies te maken, ontbijt, lekker avondeten. En nieuws proberen we te beperken. Maar ik ben ook zo benieuwd elke keer wat de rest van de wereld meemaakt. Maar de zorg thuis is natuurlijk groot om geen zorgpersoneel nu thuis te hebben. En het met familie te doen. En dat vraagt ook al heel veel aandacht. Mijn doel is om kleine Lou niet in het ziekenhuis te krijgen op het moment. En dat is al een hele taak op zich. En meditaties van House of Deep Relax kan ik heel erg aanbevelen. Die mailen we ook naar jullie toe. En lezen en baderen en de zon. De zon is magisch. Nou, wij wensen jullie een regenboog na deze spannende tijd. Ik hoop dat jullie familie goed en gezond blijft. En heel veel liefs uit Friesland. We denken aan jullie. Hey lieve Ubbers, ook van mijn bericht. Het lijkt wel een beetje een soort storm hier. Dat is misschien ook eigenlijk wel een beetje waar het
hoe het nu allemaal voelt. Als een soort storm waar we middenin zitten. Alles blijft maar doorgaan. Maar we hadden net bedacht van we gaan een filmpje voor jullie opnemen. Over wat ons nou precies momenteel even overeind houdt. In deze rare periode. Dus ook mijn tips. Eigenlijk wat mijn eerste tip is neem vooral hulp aan. Waar we dus eigenlijk al nooit zo heel erg goed in waren als ouders van zorgkindjes. En dat altijd maar moeilijk vonden. Zou ik nu echt zeggen van neem alles aan. Al wil iemand een pan soep maken. Al wil iemand een vers brood halen. Al wil iemand voor je boodschappen doen. Zeg ja, neem het aan. Want dat kan je heel erg ontzorgen. Mijn tweede tip is eigenlijk probeer de dag een beetje doormidden te hakken. Als in van je staat s'morgens en tot van s'morgens tot s'avonds sta je eigenlijk alleen maar aan. Met kinderen, met werk, met je huis, met alles wat je moet doen en wat je normaal ook al moet doen. Maar nu zit er niet een soort stop op, dus het gaat maar aan. Dus ik zou zeggen, probeer dat ergens in het midden te nemen tijd voor jezelf. Ga hardlopen, ga mediteren, ga een boek lezen. Iets wat je alleen doet en waarvan je op dat moment denkt, oh, dat geeft me even ontspanning. Zodat ik weer de rest van de dag daar ook mee door kan gaan. En het laatste wat ik me eigenlijk bedacht is, wat mij in ieder geval heel goed helpt, is als er mensen op afstand iets voor je kunnen doen, doe dat ook vooral. Laat oma's een boekje voorlezen aan de kinderen. Laat een vriendin of een lieve tante iets met ze knutselen op afstand. Doe een spelletje tegelijkertijd via het FaceTime. Maar iets zodat ook dat weer even van je over kan worden genomen. Omdat je gewoon nou eenmaal niet al die ballen aan het hoog houden kan blijven zijn. Je snapt wat ik bedoel. Dat is eigenlijk wat ik jullie wil meegeven. En laat je omringen met positiviteit. Dat is ook wat helpt. Want ik denk dat we hier nog lang genoeg in zitten met elkaar. Helaas. En niemand weet hoe lang. Maar laat je dan in ieder geval omringen door mensen die jou positiviteit geven. Of waar je dat zelf uithaalt. Maar aan negativiteit, dat is er al genoeg. En dat gaat ons niet zo verder brengen. Ten slotte wil ik jullie eigenlijk vragen, deel vooral ook jullie eigen tips. Laten we elkaar helpen en inspireer ons, inspireer elkaar. En wie weet wat voor goede ideeën daaruit komen. En voor nu, keep your head up, keep up en liefst van mij.